Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video laat ik mijn paarden... Oh god, wat? Mijn paarden wat? In deze video laat ik mijn paarden doen. Doe eens even normaal, maatje. Kom op. In deze video laat ik jullie mijn paarden doen. Waarom kan ik dat woord niet uitspreken? Na de hele ochtend series te hebben gekeken, is het eindelijk tijd om naar stad te gaan. Maar eerst moet ik nog even mijn hoestdrankje drinken, want ik ben heel erg verkouden. Hierna ren ik naar boven om mijn paardrijboek aan te doen. Ik pak de eerste paardrijboek die ik zie. Tuurlijk, want het pak niks. Oh, hier was ook nog een paardrijboek trouwens. Ik trek hem aan, maar natuurlijk moest ik ook mijn behoefte doen, zoals jullie allemaal. Dankjewel. Fuck you. Dit zie je niet, toch? Paardrijden met losse haar is natuurlijk onmogelijk. Dus ik doe mijn mooie knotje in. Na 100 jaar zoeken heb ik eindelijk een elastiekje gevonden om mijn knotje in te doen. Als je hier het tutorial van wil zien, doe even een duimpje omhoog. Sorry voor het verkouden zijn, jongens. Kut. Gelukkig is papa net thuis met een elektrische fiets, dus kan ik de elektrische fiets gebruiken om naar stad te gaan. Hoi papa! Yippie, helemaal blij, want anders moest ik op mijn normale fiets. En dat gaat 10 keer zo slow, zeg maar. Zet jij mij op de telefoon? Ja, ik moet de fiets hebben. Waarvoor? Naar stal. Ja, en? Ja. Kun je dat niet op jouw fiets waar een versnelling op zit? Er zit 10, nee. 30 versnellingen. Nee. Nee, dat kan niet. Nee. Ben jij lui, zeg? Ik ben helemaal een lui, ho. Je wil, je ga wel. Weg. Doei. Oh. Oh. What the fuck? Zelda! Wat is je meisje? Wat ben je fijn? Hey. Oh. Oh, dat is echt zielig. Wat de fuck ben ik voor dierenbeul? Eenmaal aangekomen op stal merkte ik dat het gewoon heel warm was buiten. En de fietstocht mij echt haat. Ook was ik mijn bril vergeten. Yippie, lekker blind zijn. Het eerste wat ik doe is mijn stal uitpesten. Dit is de meest belangrijke opdrachten die je moet doen in het paardenleven. Nadat ik mijn stal perfect heb uitgemest, is het tijd om Max uit de wei te halen. Dit doe ik met een passer. A minute. Let's go! Oh, fuck you! Ik heb er in totaal een half uur over gedaan om Max te zoeken zonder bril. Natuurlijk is het wel een hele opgave voor mij, dank jullie wel voor het begrip. En eindelijk heb ik Max gevonden en is hij met mij meegelopen naar binnen. Zoals iedereen zegt, het liefde van de man gaat door de maag. Dat is letterlijk waar. Max houdt van hooi, eet een brokken, slobbus, wat je hem ook geeft, hij eet het op. Zoals jullie kunnen zien heeft Max een zwarte mond, wat helemaal nergens op slaat. Dus dat ga ik even lekker schoonmaken. Max. Oh. Zo.
crush. Nee! Nee! Paartje, ben je? Eén tip. Zet je paard altijd vast. Na afloop breng ik Max weer naar de wei. Of ja, probeer ik dat. En nu zullen jullie denken, Maartje, waarom rij je nou niet? Nou, mijn oma is vandaag jarig, dus we gaan naar de All You Can Eat. Dus daar ga ik me helemaal volstoppen met sushi. 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 En ik denk wat koepoek of zo. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Ik ga zo meteen weer terug naar huis en dat was eigenlijk mijn paardenroutine. Ik heb natuurlijk vandaag niet gereden, want mijn oma is jarig, zoals ik net al zei. Dus over een uurtje moeten we al bij de All You Can Eat zijn. Is dat iets standaards met je oma naar de All You Can Eat? Wij doen het elk jaar. In ieder geval, als je dit nou een leuke video vond, doe dan even een blauw duimpje omhoog. En als je nou meer routines wil zien van mij of Nienke, laat even onder in de reacties of jullie nog leuke ideeën hebben voor bepaalde routines of een leuke video. Ik ben echt benieuwd. En misschien wordt jouw reactie de volgende keer wel gekozen. In ieder geval, ik hoop dat je het een leuke video vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Ik zeg trouwens 100 miljoen keer in ieder geval. Sorry daarvoor. XX love you. Succes met editen. Doei! Niet op de camera!